En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het kabinet wil dat er in de buurt van scholen minder fastfood te koop is. Zo zouden scholieren niet meer worden verleid om ongezond te eten. De meeste bezoekers aan de markt in Elst vinden dat wel een goed plan. Het moet weg, hè, die andere snoeperij. Ja, al die snoeperij. Wij hadden dat vroeger nooit, dus we hoefden ook niet daar te snoepen. Maar als je nu bij Jumbo kijkt, dan hebben ze al rekken voor tassen om daarin te zetten. En het een en ander allemaal snoepen. We zien ze allemaal lopen. Ik ben er mee eens. Ik denk dat juist wordt extra gestimuleerd om als gewoon dat soort fast food, zeg maar, wordt verkocht. Dat juist gaan de kinderen zo van, even snel halen. Ja, het is op zich wel goed. Want anders worden mensen ook in Nederland best wel dik en dat is ongezond. Geen vastgoedketens rond de scholen, zeker niet. Ja, als het inderdaad maar uitvoeren, dat is altijd de zorg in Nederland met het kabinet. Door het verschil in de partijen. Oh, dat vind ik een juiste instelling, ja. Dat vind ik wel een goed idee. Nou, dat vind ik een beetje raar, want ja, hoezo is dat dan weer verbonden aan overgewicht? Vind ik denk ik een beetje, ja. Heel simpel, mensen met overgewicht hoeven niet per se alleen van fastfoodketens te komen. Het ligt ook aan de spijsvertering die ze natuurlijk hebben. Fastfoodketens, ja, ze eten er wel natuurlijk veel, maar ja, daar eet iedereen. Dus ik vind het een beetje onzin dat dat per se alleen aan overgewicht zorgt. Dat vind ik van de ene kant wel goed, hè. Er is genoeg Hollands zacht fruit, wat veel gezonder is voor de kinderen. Dus laat ze daar maar van profiteren. En denkt u dat het gaat helpen, dat jongeren inderdaad denken van ik laat het lekker liggen, want het is te ver lopen? Nou, dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. De mentaliteit van de jongeren, die als ze wat te eten kunnen pakken, dan doen ze dat toch. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet, nee. Altijd een beetje. Altijd een beetje. Het zal niet alles helpen, maar het zal wel helpen. Ik denk het niet. Want ze gaan het wel ergens anders halen. Want ze zijn meestal met een begonnen of met een fiets of wat dan ook. Dus ze gaan het dan wel halen. Maar het mag van mij, mogen ze het weghalen, hoor. Tuurlijk helpt dat, ja. Hoe dichterbij het zit, des te makkelijker dat het voor ze gemaakt wordt. Suikertax efficiënter zijn, denkt u? Ik weet het niet. Want als ze dat zien, dan nemen ze toch. He? Dan hebben ze trek en dan hebben ze toch overal. Doe maar. He? Voor een keertje kan het wel daar zo. Mensen kopen het toch wel. Dat zie je ook met de sigaretten. Dat gaat ook duurder worden, maar mensen kopen het toch wel. Dus dat heeft eigenlijk weinig zin. Ik zorg er alleen maar voor dat ze meer in de problemen komen, denk ik. Ja, dat is alles veel duurder maken. Maar het wordt toch al allemaal veel duurder. Dus de mensen zullen er niet zoveel minder om eten, denk ik. Dan zoeken ze wel wat anders. Daar ben ik iets minder enthousiast over. Maar het zal best misschien helpen op een duur. Maar ik weet niet of ze dat helemaal eruit krijgen. Dat verwacht ik niet.